iedereen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zit ik erbij alsof ik het nieuws ga presenteren, maar niets is minder waar. Ik ga me namelijk opmaken, zoals je aan de titel kan zien, in Get Ready With Me. Ik kreeg de laatste tijd heel vaak de vraag van, goh, hoe doe je je haar nou precies? Wil je een make-up tutorial doen over je oogschaduw? Maar ik dacht, ja, er is eigenlijk de afgelopen tijd nog wel hier en daar een beetje wat veranderd in mijn make-up routine. Dus we gaan het gewoon doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik van 's ochtends mijn blote billen gezicht naar een gezicht ga waarmee ik wel de deur uit kan. Ik heb vanavond opnames voor It Takes Two. Ik zeg wel, ik heb opnames, maar ik ga in het publiek zitten om mijn lieve vriendin Dionne te supporten. Mocht je dus benieuwd zijn, blijf dan vooral lekker kijken. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Nou, hallo, goedemorgen en welkom bij mijn blote billen gezicht. Ik ga hier even wat aan doen. Ik vind het echt lijkt nog bleker dan ik werkelijk ben, dus dat is helemaal fijn. Maar zoals je kan zien heb ik wel een beetje een kleurtje. Het komt omdat ik een spraytentje heb gedaan voor de Feed Awards. Dus ik begin met een primer. En deze is van Benefit en er zit een heel klein kleurtje bij. Maar wat ik vooral heel fijn vind is dat het je gezicht zo lekker glad maakt. En daarnaast blijft je foundation en dergelijke beter zitten. Dus dat is helemaal fijn, aangezien ik nog de hele avond door moet. Goed, ik heb mijn haar dus al heel even in een haarbandje gedaan, die ik dus laatst had gekocht bij de Primark. Toen vertelde ik dat de wereld één groot zwart gat was voor elastiekjes en pennen en ook haarbandjes. En ik ben er al twee kwijt. Zo, primer zit erop. Dan ga ik beginnen met foundation. Ik meng dus altijd de Estée Lauder Double Wear Foundation in de kleur 1W2 Cent. En als ik wat lichter ben, pak ik Dior Forever in de kleur 022. Maar nu heb ik dus wat meer een tintje in verband met die spraytan. En dan gebruik ik nummer 030 en die mix ik met elkaar. En dan wordt het top. In de zomer kan ik dan alleen 030 gebruiken als ik gewoon lekker bijgekleurd ben. Maar hey, het is wel super mooi weer vandaag ook. En daar ben ik wel heel blij mee. Want ze voorspellen al de hele week regen. En dat is dus tot zover nog niet echt gebeurd. En dat is fijn. Want ik loop woensdag en donderdag de hele dag buiten namelijk. En wat ik precies ga doen, zien jullie in de vlog van het weekend. Want die komt dit weekend dan online. Nou, vanavond ga ik naar It Takes Two en naar de opnames van Dionne. Dionne zit in It Takes Two. Misschien dat je dat hebt gemist, maar Dionne is fucking goed, dus kijk het terug. Soms heb je zeg maar zo'n moment dat je bijna emotioneel kan worden omdat je zo trots bent op iemand. En dat had ik afgelopen zaterdag bij de eerste uitzending van It Takes Two. Wat ik trouwens ook altijd doe als ik mezelf ga opmaken is een watten schijfje neerleggen met wat micellair water. Zodat ik mijn hand meteen schoon kan maken. Want ik weet niet of jullie dat ook doen. Maar ik vergeet dus wel eens mijn hand schoon te maken. En dan heb ik hier foundation op zitten. En dan heb ik ineens zo'n vieze vlek op mijn hand. En dat voorkom je dus door even met een watje dat af te doen. Daarna gebruik ik concealer. En dat is de Double Wear Concealer. Ook van Estée Lauder in de kleur 2C Light Medium Cool. En deze gaat zo wonderbaarlijk lang mee. Dat ik iedere keer nog steeds verbaasd ben dat hij het nog steeds doet. Mijn foundations die slijt ik er soms echt doorheen. Maar ja, ik hou ook wel van een beetje plamuur. Maar die concealer daarentegen, dat gaat allemaal wel heel prima. Misschien denk je, hey Jill, zou jij niet vloggen bij de Feed Awards? Ja, dat klopt. Dat was ook helemaal mijn bedoeling. Als je bij de Feed Awards aanwezig bent geweest, dan zul je het beamen. Maar je moet zeg maar een soort van schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan. Omdat het gewoon heel druk is, heel hectisch. Er gebeurt van alles op het podium. Kinderen aan de zijkant. Je komt iedereen tegen, wat super gezellig is. Alleen, ik stond met Martijn te praten van Pompers. En toen zei ik, ja, mijn idee was eigenlijk om vandaag te vloggen. Maar wat moet ik in godsnaam vloggen dan? En hij zei ook, ja, er valt zeg maar niks te vloggen. Ik had een beetje sfeeropnames kunnen maken. Maar dan had ik gewoon een vlog gehad van 3 minuten. En toen had ik vrij snel met mezelf afgesproken van, weet je wat, dan gaan we het gewoon niet doen. Ik krijg ook heel veel vragen van waar het t-shirt van is en de broek en hoe ik eruit zag. En dan zal ik je nu wel heel even een shot laten zien van het moment net voordat ik naar de Feed Awards ging. En vanuit de sporten ben ik ineens totally glam. En ben ik ready om te gaan. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een t-shirt aan van America Today. Die was in de aanbieding. En ik ben er super blij mee. Nu al mijn favoriete shirt, want kijk heel even wat het met mijn ogen doet. Het is echt ziek die kleur. En dan heb ik deze Topshop
glitterbroek, want het dresscode is fancy as fuck, waarvan ik nog steeds niet helemaal weet wat dat precies inhoudt. Maar ik merk dat meerdere mensen er tegenaan liepen dit jaar. Dan heb ik mijn Michael Kors tasje bij en natuurlijk deze hakschoenen van Sasha. Serenza, ik ben het helemaal kwijt. En ik krijg heel veel de vraag waar deze oorbellen vandaan komen. Die komen van Combat Fashion. En daarnaast draag ik hier nog twee kettingjes. En ik heb geen idee meer waar die vandaan komen. Ach, mijn BH even goed doen. Ik ben een beetje gespannen en ik snap niet eens waarom, want ik ben niet eens genomineerd. Ik heb er alleen heel veel zin in. Maar ja, op de een of andere manier vind ik het wel spannend. Ik denk het rode lopermoment. Daar ben ik niet helemaal voor gemaakt namelijk. Deze jas vraagt ook iedereen. Die komt ook van Combat Fashion, geloof ik. Best wel een tijdje terug al. Maar goed, let's go. Dus, ja, dat was mijn outfit. America Today shirt is inmiddels mijn lievelingsshirt geworden. Ik gebruik een poeder van Kat Von D. In de kleur medium 53. Die heb ik gekocht in New York. Toen ik met mijn moeder in de Sephora liep, toen moesten we wel vrij snel weg. Dat was maar beter ook. Want anders had ik de halve Sephora leeg gekocht. Maar ik had wel eens gehoord van het merk van Kat Von D. Ik ken Kat Von D natuurlijk. Ik had het nog nooit gezien. Ik weet niet of het in Nederland wordt verkocht, waarschijnlijk wel. Want ik dacht dat ik allemaal goede deals had gemaakt in New York. Met dingen die wel gewoon in Nederland te koop zijn. Maar ja, so be it. Nou ga ik beginnen aan mijn wenkbrauwen. En dan heb ik dus een tijdje geleden heb ik een perspakketje gekregen van Benefit. En dat ben ik echt het meest blij mee ooit. Want dit is toch fantastisch. Ik gebruikte eerst altijd wenkbrauwgel van MAC. Maar ik heb nu dus al best wel lang cream gel brow in de kleur 3 van Cabrow van Benefit gebruikt. Nou gebruik ik weer deze stok potloodje. En dat is ook in de kleur 03. En dan heb ik ook nog een gel in de kleur 03. 03 is mijn kleur. Ik heb ook één keer 04 opgedaan en toen kreeg ik wel te horen dat het wel iets te donker was. Nou ben ik daar sowieso vrij snel gevoelig voor. Ik hou van donkere wenkbrauwen, maar het moet natuurlijk niet te zijn, want te is nooit goed. Dus ja, ik trek gewoon een streepje bovenaan mijn wenkbrauw. En dan loop ik hem naar beneden met een hoekje. En dat doe ik beneden ook. En dan trek ik hem ietsjes meer door. En dan vul ik hem in. Ik vind het ook wel grappig dat ik eerst echt wel bekend stond om degene die altijd super lelijke en slechte wenkbrauwen had. En dat mensen nu tegenwoordig gewoon aan me vragen hoe ik mijn wenkbrauwen doe. Mijn geheim is eigenlijk dat ik het voorste gedeelte van mijn wenkbrauw dus niet doe. En dat zorg ik ook dat dat gewoon lekker een beetje wild omhoog komt te staan. Maar ik hou wel van een beetje wilde wenkbrauwen. En het hoeft van mij niet allemaal te perfect. Ik kan geen perfecte Instagram wenkbrauw maken. Dat zou ik ook nooit kunnen. Weet je, je kunt niet overal dezelfde kwaliteit in hebben. Ik ben weer goed in andere dingen, denk ik dan. Nou, doe ik heel veel dat jelletje er doorheen en blijft het ietsjes beter op zijn plek zitten. Dit is wel iets wat iedere keer gebeurt met die gel, is dat ik eronder doe. Wat niet helemaal de bedoeling is op zich. Dan pak ik heel even een concealer. Deze heb ik ook van Benefit. En dit is echt ook helemaal top. Ik heb ongeluk de deksel eraf gesloopt. Deze concealer neem ik ook altijd mee in mijn tas. Want dat is gewoon fijn om heel even snel. Als je make-up zeg maar niet meer goed zit, dan doe ik altijd een beetje concealer onder mijn ogen. En dan is er zoveel al veranderd. En wat ik dan doe, is highlighter potlood. Ook voor je wenkbrauwen, ook van Benefit. Dus als je voor wenkbrauwen wil gaan, is dit is niet gesponsord overigens. Ik heb dit dus wel gekregen in een perspakketje, maar ik ben hier oprecht het meest gelukkig mee ooit. Dus, nou, daar zijn mijn wenkbrauwen een beetje gehighlight. En dan ga ik beginnen aan mijn ogen, waar ik de laatste tijd dus gigantisch veel vragen naar krijg. En dit is echt het meest simpele ever, maar dat ga je nu wel zien. Waar ik in ieder geval mee begin is wel een oogschaduwbasis. Ik was daar vroeger nooit zo van, maar ik heb het idee dat het wel goed werkt. Ik heb me het in ieder geval laten aansmeren. Deze is van MAC. En het lijkt op een concealer, maar het is dus een oogschaduwbasis. En die brengt dus over mijn ooglid aan. Het hoeft verder allemaal niet perfect te zijn. Je ziet er straks toch niks meer van. En dat doe ik ook een beetje onder mijn oog, want daar ga ik ook oogschaduw aanbrengen. Ik gebruik een bronzer van Benefit. Goh, vertel wat nieuws. En die breng ik aan. Waar is mijn kwastje? Niet over mijn hele ooglid. Alleen in mijn crease doe ik dat. Doe ik niet te veel. En wat scheelt als je een bronzer gebruikt, die gaat ook lekker lang mee.
En die doe ik dan ook een heel klein beetje onder mijn ogen. En ik blijf dat er eigenlijk maar de hele tijd in blenden. En dit is volgens mij wel een van de kleuren dat als je blauwe ogen hebt of groene ogen hebt, wat je ogen wat meer laat knallen. Wat ik dan gebruik is dit chocoladepalet. Die heb ik ooit van Vera gekregen. En dan gebruik ik deze een beetje rosé gouden kleur met die wat meer bronsachtige kleur. En die meng ik met elkaar en die breng ik op mijn ooglid aan. Ik hou heel erg van mat. Alles mag voor mij mat zijn, maar ik vind het ook wel leuk dat in deze ooglook nou net wel een beetje glitter zit. En een beetje glans. En hetgene wat ik daarna nog doe om wel ietsjes meer diepte te creëren, pak heel veel een ander penseeltje. En dat is ook heel even deze bruine tint aantikken. En dat doe ik echt maar één keer zo. En dan doe ik hem zo bovenaan mijn crease. Zodat het net een klein beetje meer diepte geeft. Maar niet dat het echt heel erg opvalt. Maar ik hou er wel van als het zeg maar heel een soort van subtiel is. Een soort van natural, terwijl je toch wel echt iets op je ogen hebt gesmeerd. Daarna gebruik ik een mascara en die gebruik ik ook van Benefit. Ik zou natuurlijk niet Jill zijn als ik niet trouw ben aan mijn enige echte mascara. Dus ik gebruik deze altijd voor het eerste laagje. En dat doe ik eigenlijk vooral omdat ik deze heel fijn vind om aan te brengen op mijn onderwimpers. En dan gebruik ik natuurlijk mijn all-time favorite en dat is Volume Million Lashes Mascara van L'Oreal. Die ik inmiddels al 1000 jaar gebruik. Nou heb ik het geluk dat ik best wel lange wimpers heb van mezelf. Maar mocht je dat nou niet hebben, kun je ook je wimpers krullen. Dat geeft ook altijd wel een heftig effect. Nou ga ik contouren. En dat doe ik met dit palet wat helemaal uit elkaar is gevallen van NYX. NYX. En dan gebruik ik deze en deze kleur. En die meng ik met elkaar en dan trek ik zo'n streep. Nou, dat ziet er in het begin altijd heel heftig uit, maar het komt goed. Het allerbeste kun je toch nog steeds wel een vissenmondje maken. Zodat je goed kan zien waar die lijn moet. Nou, dat doe ik ook een heel klein beetje naar boven. Om weer diepte te creëren in mijn gezicht. En omdat ik nou eenmaal een wat groter voorhoofd heb. En op mijn neus een heel klein beetje. En dan denk je, goh, hoezo? Nou, gewoon, ik zie dat mensen doen. Dus dan geloof ik er altijd. Doe ik het ook een beetje bij mijn kin. Probeer niet te creëren dat je een baard hebt. Dat zou zonde zijn. En die ga ik dan helemaal uitwrijven met deze kwast. En deze kwast is van Real Techniques. Volgens mij heb ik namen nooit goed uit kunnen spreken, maar goed. Die blend je er dan helemaal in en dan krijg je zeg maar dit versus dit. Is toch best wel een groot verschil. En dit vind ik echt de chillste kwast. Dit is eigenlijk volgens mij een foundation kwast. Maar om dit mee in te blenden, omdat hij zo lekker groot is. Gewoon zo lekker compact. Dat was dat. Nou heb ik sommige momenten, de ene keer gebruik ik het wel, de andere keer niet. En dat is blush. Ik gebruik een blush van Chanel in de kleur 71. Breng dan een heel klein beetje aan. Want ik hou niet van te veel roze wangen, maar ik vind het wel een soort van gezellig. Dan gebruik ik mijn highlighter. En die heb ik van Becca Champagne Pop. En dat is wel een van mijn favoriete highlights op dit moment. Een hele mooie gouden achtige kleur. En die breng ik dus aan op mijn jukbeenderen. En ik moet daarmee oppassen dat ik niet heel snel veel te veel gebruik. Maar ja, helemaal top. Die schijn je dus ook gewoon in Nederland te kunnen kopen. Dat wist ik dus ook niet. En dan ook een van de vele vragen die ik altijd krijg. Dan ga ik mijn lippen doen. En die zijn zo droog als wat. Maar daar kijken we vandaag maar eventjes doorheen. We gaan nog maar lekker opsmeren. En ik gebruik een lippotlood Soar van MAC. En die is inmiddels wel best wel klein. En die trek ik helemaal om mijn lip heen. En dan kleur ik hem ook met deze potlood. Met dit potlood in. Zo. En als je dat hebt gedaan, moet je altijd weer heel eventjes op zoek naar waar je tas nou eigenlijk staat. Want daar zit mijn lipstift in. En dan gebruik ik nog steeds Faux van MAC eroverheen. En als final touch gebruik ik een finishing spray, primer water van Smashbox, die kapot is. Dus ik moet altijd goed zorgen dat ik hem goed ophoud en dan gewoon klikken. En dat laat je dan even intrekken. En dan zit je make-up erop. En dan mijn haar, wat echt ook het meest simpel is ever. En wat ik dan doe is mijn haar dus helemaal naar achteren kammen.
En het enige wat ik dan doe is even mijn haar er doorheen halen en even haar sprayen. Nou wil ik niet dat mijn haar soms zo hard is als beton. Dus ik blijf er wel met mijn handen doorheen gaan. En dan doe ik mijn oorbellen in. En eigenlijk ook mijn kettingen, maar dat lukt me nou zo niet. Ik heb trouwens ook nog steeds dat bandje om. Ik ben echt een sukker voor bandjes afdoen, voor festivalbandjes en zo. Niet omdat ik het nou zo mooi vind, maar gewoon puur omdat ik het dan vergeet. Iets wat ik ook ga doen, wat ik wel belangrijk vind om eventjes te laten zien. Zonnebrand, factor 50. Misschien denk je, goh, is dat een beetje overdreven? Maar goed, ik heb net een nieuwe tatoeage laten zetten. Ik heb hier ook een tatoeage. En ook al schijnt de zon nog zo mild, als je tatoeage hebt moet je altijd even insprayen als je naar buiten gaat. Vooral omdat ik dus graag mijn mouwen zo opstroop. Dus die spray ik altijd even in. Het scheelt dat ik zonnebrand wel altijd echt zo'n zomers gevoel vind geven. Het ruikt altijd zo lekker. En als laatste doe ik even een parfum op. En deze staat nu toevallig op tafel. En dat is Fresh Moschino Eau de Toilette. En het lijkt op een flesje die je zo moet spuiten, maar niets is minder waar. Maar hij ruikt wel lekker. Een beetje fris. En dat was dan mijn Get Ready With Me. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En er is niet super veel veranderd in mijn make-up routine. Maar toch wel hier en daar een beetje. Dus ik dacht, ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel graag. Deze week ga ik 2 keer vloggen. Volgens mij zelfs 3 keer. Dus sowieso het weekend 2 vlogs. En die worden heel erg leuk. Dus stay tuned. En ik zie je snel. Mwah.